Yo mensen, daar ben ik weer met de nieuwe Brawl Star minigame. Ja, vandaag hebben we er echt eentje die heel erg nice is. In ieder geval, toen ik dit idee hoorde van Kaasbol, dacht ik, dit moeten we echt gaan doen. Wat het inhoudt, ik ga het meteen even uitleggen. We doen gewoon een solo showdown map. En dan spelen we gewoon eigenlijk een potje showdown. Met iedereen en iedereen tegen elkaar. Niet teamen, gewoon ieder voor zich. Maar het speciale is dat iedereen begint met Shelly. Dat is de startknokker, daar start iedereen mee. Maar als jij in de top 5 weet te komen, mag je een zeldzaamheid omhoog. Dus dan mag je kiezen tussen Nita, Colt, El Primo, Brock. Ga zo maar door. Dus dan heb je al wat meer keuze. Als je dan nog een keer in de top 5 komt, mag je door naar super zeldzaam. Daarna naar episch. Dus elke keer als je in de top 5 komt, mag je één stapje vooruit qua zeldzaamheid. Helemaal tot chromatisch. En als jij in de top 5 komt met de chromatische knokker als allereerste, dan krijg je van mij een 20 euro giftcard. Alleen, dat weten ze nog niet. Ik heb gezegd een klein prijsje, maar ze weten niet dat het een 20 euro giftcard is. Dus de winnaar gaat sowieso blij zijn. Dat is één ding wat zeker is. Maar ja, dat weten ze dus nog niet. Misschien ben ik ook zelf de winnaar, hè. Dan mag ik voor mezelf een 20 euro giftcard kopen. Dat vind ik wel leuk. Maar als jullie zin hebben in deze video, doe een duimpje omhoog. 2000 likes is heel nice. En dan zorg ik ervoor dat ik deze minigame ook binnenkort een keertje met kijkers ga doen. Volg me dan even op Insta, Joran-lage-bouws. En dan kan je me daar volgen. En dan als ik een keer met kijkers ga spelen, maak ik het daarop bekend. Dus zeker weten, even volgen. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren en de code BOUWS te gebruiken. In Brawl Star of Clash Royale of andere Supercell games. Support je deze jongen een beetje mee. Maar laten we maar beginnen. En we beginnen dus gewoon in een normale solo showdown map. En we wisselen de hele tijd door. Dus nu hebben we verschroeide steen. Zometeen hebben we een andere map. En dan gaan we dus een beetje doorwisselen. Om de variatie er een beetje in te houden. En ik heb dus alle namen genoteerd. En dan ga ik elke keer noteren hoe ver diegene is. Om zeg maar een beetje bij te houden of het allemaal eerlijk gaat, zodat mensen niet gaan vals spelen. Want dat zou natuurlijk kunnen. Want je kan natuurlijk denken, nou, oké, ik moet hier even uitkijken. Maar je kan natuurlijk denken, oh, ik skip eventjes eentje. Ja, dat zou kunnen. Wat gaan we doen? Ja, we kunnen misschien lolgamer nu al gaan killen. We kunnen even kijken, kunnen we hem hebben? Hier even uitkijken. Ja, oké, ik ga nu verder niet het duel aan. Zal ik even wat hits doen op Captain Cool Sam? Oké, ik heb in ieder geval mijn super. Dus dat is nice. Het leuke is wel dat iedereen Shelly is. Iedereen is Shelly. En ik denk ook dat iedereen wel serieus gaat spelen. Omdat natuurlijk er een prijs aan verbonden is. Maar ze weten dus niet hoeveel. Ik zei een klein prijsje. Maar ja, ik denk dat toch iedereen wel graag die prijs wil winnen. Dus ik denk dat niemand expres zich dood laat gaan. En ik wil natuurlijk eigenlijk ook winnen. Gewoon puur omdat ik dat zelf nice vind. Ik zou het echt stom vinden als ik namelijk dood ga hier zo. Wat gaan we doen? We hebben hier Rick. Die kunnen we misschien wel iets pushen. Oh, daar is Jaloes. Oké, als we Rick nu pushen. Ja, die zit daar een beetje in een niet zo fijne positie. Maar dat is voor mij eigenlijk helemaal prima. Oké, nu even uitkijken. Oké, hij is dood. Rick is de eerste die dood is. Kan ik die krachtpunt pakken? Ja, die kan ik pakken. Oké, ik heb hem super. We zijn nog met 8 over. Dus op het moment dat we in de top 5 zitten, dan maakt het eigenlijk niet meer uit. Behalve de laatste game, dan kan het wel uitmaken. Maar als je in de top 5 komt, dan mag je dus een knokker vooruit. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Even uitkijken voor bot 4. Ah, nee, 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 nee. Stomme bot 4. Dat was niet lief van jou. Oké, ik moet hier even oppassen. Oké, ik ga nu bot 4 eventjes pakken. Ja, hij krijgt het gewoon tegen zich, jongen. Hij krijgt het tegen zich. No! Ik ben 60 geworden. No! Oké, dat houdt dus in dat ik het niet heb gehaald. Ik ben dus niet in de top 5 geëindigd. In principe kunnen ze zichzelf nu dood laten gaan, want ze zijn al een level omhoog. Maar ik heb het dus niet gehaald. Oké, dat is een beetje shit. Maar dan moeten we zo meteen bij gevechtslog dus precies even kijken wie allemaal een level omhoog zijn. En dan ga ik dat dus noteren. Eventjes kijken. You lose is eentje omhoog. Dan noteer ik dat. We hebben Jay. James, die is ook eentje omhoog. Dan noteer ik gewoon een eentje. En dan kan ik zo meteen een tweetje erbij doen. Liggy is ook eentje omhoog. En bot 4 is dus ook eentje omhoog. Oké, dat zijn de spelers die allemaal omhoog zijn gegaan. Ik ben nu eentje vergeten. Captain Cool Sam. Die moeten we ook noteren. Oké, dat is genoteerd. Hun mogen dus allemaal eentje omhoog. We doen gewoon een nieuwe map. Dan doe ik wel eentje waar Shelly eventueel ook een beetje in kan spelen. We doen gewoon deze. Ja, dit kan wel. Dan gaan we hier eens spelen. En dan gaan we eens kijken of we nu in de top 5 kunnen komen. Maar het nadeel is dat hun nu al een, zeg maar, een knokker verder zijn. Wij moeten ervoor zorgen dat wij natuurlijk eerst voorbij Shelly komen. Maar daar gaan we natuurlijk achter komen. Daar gaan we dan. Game nummertje 2.
mee. Ik ben benieuwd wat hier terecht van gaat komen. Ja, je hebt natuurlijk een keuze. Je kan voor Krokus gaan voor dichtbij. Captain Coolsan die doet dat bijvoorbeeld. Die gaat naar het midden met Rosa. Dat kan natuurlijk wel tactisch zijn. Ik zie dat hier ook een Colt is. Ja, dat kan eventueel ook werken. Ja, wat gaan we doen? Oh, nu moeten we hier uitkijken. Oké, dit is oppassen geblazen. Even dit kistje beschermen. Ja, en dan wil ik eigenlijk zo meteen weer levens erbij krijgen. Ik heb in ieder geval 2 krachtpunten. Oké, nu moet ik hier even uitkijken. En even kijken of ik die James misschien kan killen. Dat zou misschien nu gaan lukken. Oké, hier even oppassen. Hij is redelijk low. En oké, ik kan nu mijn gadget aanzetten. En ja, dan heb ik James. Oh, ik zit al bijna in de top 5. Oké, dat is nice. James is dus niet de level omhoog. Ik zit in de top 5. Hey, in principe is het nu al klaar. Het maakt nu niet meer uit. We kunnen nu al eigenlijk vol gas gaan spelen. Want het boeit niet meer. We hebben de top 5 gehaald. Kijk, en dat is eigenlijk wel een tip ook voor de andere spelers. Top 5 halen. Gewoon lekker laten killen. Want het boeit allemaal niet meer. Maar ik kan bij mezelf dus eentje erbij neerzetten. Ik zie dat Captain Coulson ook in de top 5 zit. Dus daar zet ik een tweetje bij neer. You Lose, die is ook door. Die was al level omhoog, dus die is ook al bij het volgende. Die is level 2. Rick was nog Shelly, dus die gaat ook één door. Die zit dan op level 1. En wie hebben we dan nog meer? Dan heb ik nog eentje gemist als het goed is. Ik zie daar nog een Shelly. Dat is Lolgamer. Die is ook door. Nou, dat heb ik dat allemaal weer genoteerd. Dan gaat het nu wel echt spannend worden. En wat eigenlijk het handigste is, is ervoor te zorgen dat je zeg maar degene die het hoogst zijn qua zeldzaamheid, dat je die als eerst gaat killen. Want die zijn natuurlijk het gevaarlijkst om als eerst natuurlijk bij de chromatische knokker te zijn. Ondertussen zijn we nog niet zo ver, maar dat kan natuurlijk. Ik zal nu eventjes gewoon weer een nieuwe map doen. We doen wel even oproergrot. Dat is voor de Shellys die er nog zijn, is dit wel een chille map. Die kunnen dan naar het midden gaan. En dan moet ik even kijken welke ik ga zijn. Bol zou kunnen, Brock, El Primo, Rosa. Ja, dit is wel een lastige. Barley zou eventueel ook kunnen. Zo, weet je wat? Ik ga gewoon met Barley. Want je hebt natuurlijk... Oh, nou, trouwens, is dat slim? Want je hebt ook knokkers die super zeldzaam zijn. Maar je hebt niet echt knokkers die over muurtjes heen kunnen springen nog. Eventueel wel Dyna of zo. Nee, we gaan gewoon lekker met Barley spelen. Oh, broegop, let's go! Ik zie daar een El Primo. Daar willen we eigenlijk niet het duel mee aangaan. Ik zie hier nog een andere knokker. Oh, dat is Captain Coolsan. Die is natuurlijk al level 2, dus die kan natuurlijk Rico wezen. Dus daar willen wij niet het duel mee aangaan. Nee, sowieso niet. Nee, daar wil ik niet naartoe. Eventueel met Linky kan ik wel het duel aangaan. Dat zou eventueel kunnen. Maar naar het midden, dat wil ik eigenlijk sowieso niet. Ik moet gewoon een beetje aan de zijkant blijven. Kaaspol, die heeft Maarten al gekild. Dus dat is een beetje jammer voor Maarten. Want die was ook nog Shelly. Dus die kan nog geen level omhoog met Shelly gaan. Ik zal hier even op Linky wat hits doen. Kaaspol, die zit hier. Ja, daar ga ik nu niet bij komen. Dus ik ga daar ook niet verder het duel aan. Ik denk dat ik een beetje hieronder ga blijven. Dit vind ik altijd wel een chille plek voor een thrower. Gewoon hier zo. Kijk, hier kunnen ze je niet zoveel maken. Tenzij een Shelly een super heeft. Dan kan het wel wat gevaarlijker worden. Ja. Dus ik ben benieuwd wat daar terecht van gaat komen. Ik moet nog 2 plekjes omhoog. En dan heb ik het gehaald. Lolgamer is hier. Kaasbol heeft nog een kill gemaakt. Dus we zitten bijna in de top 5. Bijna in de top 5. Hoe nice is dat? Oké, ik wil eigenlijk even mijn super krijgen. Dus Lolgamer die zit hier. En die gaat nu weg. Dus dat is op zich prima. Dan heb ik hem in ieder geval hier weggejaagd. Dan heb ik daar geen last van. We hebben hier nog Captain Coolsan. Die is natuurlijk Rico. Dus ik ben benieuwd hoe erg hij nog gaat overleven. Maar er moet nog 1 iemand dood. 1 iemand moet nog dood. Voordat we levelen mogen. Oké, ik zal hier even wat hits doen op die Lolgamer. Ik ben alleen Lolgamer nu kwijt. You lose, hij heeft de kill gemaakt. Hey, oké, dat is nice. Dan kunnen we in principe nu gewoon naar het midden gaan. Want we zitten in de top 5. Hey. Lekker hoor. Oké, nice. Dan kan ik zo meteen natuurlijk weer gaan noteren wie allemaal weer een level omhoog zijn. Maar ik ben in ieder geval weer een level omhoog. En dat is wel mooi. Dan hoor ik wel een beetje tot de top, zeg maar. Maar Captain Coolsan, die is ook al door. En You Lose ook. Die zijn al bij level 3 allebei. Dat is helemaal lijp. Ja, ik doe het qua levels als qua noteren wat makkelijker. Maar dat zijn epische knokkers al. Dus dat is wel ziek. Oké, de volgende map is Zure Meren die ik heb geselecteerd. Ik mag dus nu een super zeldzame knokker kiezen. Ik denk dat ik dan voor Carl ga. Want dan kan je eventueel nog ontsnappen. En je kan eventueel naar het midden gaan met, natuurlijk met die gadget. Dus ik denk dat dit het is. Ja, ik ga met deze knokker spelen. Maar Captain Coulsan en You Lose, die staan dus nu momenteel eerste met een epische knokker. En eigenlijk moeten we die als eerst gaan killen. Ervoor zorgen dat die zeg maar niet verder gaan uitlopen. Want als hun nu weer in de top 5 zitten, dan zijn ze al bij mythisch. Dan hebben ze daarna alleen nog mythisch, legendarisch en chromatisch. Dan zijn ze er al. Dus we moeten nu wel voor
gewoon zorgen dat we ze natuurlijk gaan pakken. Oké, okay, let's go! Karel OP! Dan moeten we even hier kijken. Ik wil eigenlijk die bosjes ondertussen ook controleren. Zorgen dat hier niemand langs gaat toevallig. Oké, okay, top. Daar is een Brak. Daar is Lol Gamer. Die is ook Karel. Ja, wat gaan we doen, hè? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen vandaag? Ja, dit is het risico wat we willen nemen natuurlijk. Ga je dan naar het midden of niet? Oké, okay, nee, ik ga er nu niet heen. Ja, ik kan natuurlijk wel wat hits doen hier op die Karel. Oké, okay, die gaat dus nu weg. Daar zit Maarten. Oké, okay, daar wil ik ook niet het duel mee aangaan. Er is trouwens nu al één iemand dood. Maar ik heb niet helemaal doorgekregen wie dat is. Captain Grulsan, die moet eigenlijk gekild worden. Ja, die is al bij Epis. Dus dat is wel een gevaarlijke. Maar we gaan kijken of we hem misschien zo meteen kunnen pakken. Ik durf eigenlijk niet naar het midden te gaan. En dat vind ik persoonlijk te gevaarlijk. Want ja, er liggen twee krachtpunten. Maar als je naar het midden gaat, weet je zeker dat je de lul bent. Hier zit de Shelly hieronder. Dus daar willen we ook niet het duel mee aangaan. En ik ben bang dat hier eigenlijk ook een knokker zit. Dus daar wil ik ook niet echt het duel mee aangaan. Ja, ik weet namelijk niet wie er zit. Ook Kaasbol die zit daar. Die heeft Brok. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Moet even zorgen eigenlijk dat we die daar een beetje gaan wegpushen. Hier heb je nog een Colt. Dus Just Be James. Kunnen we die hebben misschien? Oh, dan moet ik trouwens wel uitkijken. Want als een Colt eenmaal damage doet, dan ben je echt heel kwetsbaar. Gaat dat lukken? Ik heb eventueel nog een gadget om hier weg te komen. Ik zal eventjes hier omheen lopen. Oké, okay, Yuluz, die zit hier. Yuluz, die moet eigenlijk dood. Die is ook al een epische knogger. Dus kom op, we moeten even op Yuluz. Maarten, die mag dit overleven van mij, want die is nog Shelly. Dus dat maakt mij niet zoveel uit. Maar we moeten ervoor zorgen dat Yuluz gekild gaat worden. Kom op. Oké, okay, daar is ook Captain Cool Sam. Nou, als jij samen met mij gaat ervoor zorgen dat Yuluz gekild gaat worden, dan vind ik het prima. Dan hebben we in ieder geval één van die twee uitgeschakeld. En ja, dit is een bijna. Dit is een bijna. Ik moet nu uitkijken. Oh-oh. Ja, oké, okay, Yuluz is dood. Yay! Oké, okay, we zitten weer in de top 5. Oké, okay, Captain Coulson is nu de enige die door is als mythische. Dus eigenlijk moeten we nu ervoor zorgen dat Coulson nu even gekild gaat worden. Ik heb helemaal niks tegen jullie. Maar het is gewoon puur gewoon eigen belang. Ja, als je zeg maar zelf ver wil komen, moet je ervoor zorgen dat degene die boven jou staat gaan verliezen. Zo simpel is het eigenlijk. Maar we gaan eens kijken. Captain Coulson heeft er dus eentje bij. En die is dus al door naar mythisch. Liggy, die mag nu door naar super zeldzaam. Maarten, die was nog Shelly, dus die mag nu gewoon zeldzaam zijn. Bot 4, die mag nu ook super zeldzaam zijn. En ik mag door naar Epis. Dus ik sta gedeeld tweede samen met Yuluz. En Captain Coulson, die staat nummer 1. De volgende map is dubbel last. Ik heb deze geselecteerd. Dan mogen we nu natuurlijk een epische knokker selecteren. Stu zou kunnen, Piper, Bee, Nani, Griff. Ja, Gif is ook wel echt een goede. Bonnie trouwens ook. Je hebt echt veel epische knokkers trouwens. Dat is echt niet normaal. Je moet natuurlijk wel een beetje de goede keuzes gaan maken. Maar ik ga nu voor Nani. Ik vind Nani wel een goede knokker. Is gewoon lekker sterk. Daar kan in principe niet zoveel fout aan gaan. Wel dat we een shield hebben op het moment dat ik mijn super inzet. Dat vind ik ook wel chiller. Oké, okay, let's go. Even zorgen dat we nu in de top 5 komen met Nani. En als Captain Coulson nu verliest, dat hij niet in de top 5 komt, dan hebben we in ieder geval een gedeeld eerste plek met Captain Coulson. Dus dat zou mooi zijn als dat gaat lukken. Ik ben bang dat hier iemand zit. Maar dat weet ik niet zeker. Dus altijd even goed controleren. Yuluz is daar. Dat is wel een concurrent. Oeh, hoehoe. Daar deed ik meteen een hele dikke hit. Ja, dat was een grote hit. Zit hij daar nu? Ja, hij zit daar inderdaad. Oké, dat was meteen een grote hit. Is trouwens ook wel een redelijke concurrent van mij, Yuluz. Want dat is natuurlijk ook een epische knokker. Dus dat is wel chillen met natuurlijk Nani. Als je één goede hit doet, dan heeft hij meteen vet vol levens eraf. Ja, dat is wel chill. Ik heb mijn super nu. Dus dat is op zich wel lekker. Oké, ik moet zo meteen even mijn gadget gaan gebruiken. Ja, ik denk dat dat wel slim is. Wat gaan we doen? Oh, nu moet ik mijn gadget gebruiken. En nu kijken. Oh, nee! Ik word zesde! Nee! Oh, dit is shit. Oké. Nou ja, ik speelde ook wel redelijk aanvallend op Yuluz. Hij deed het goed, maar het maakt nu in principe niet meer uit wie gaat winnen. Ik hoop dat Captain Coulson nu niet in de top 5 zit. Maar ja, shit, ik bal hier wel van. Ik ben dus zelf geen level omhoog. Maar ja, Yuluz dus wel, dus die zit nu 4. Ik moet voor de rest nog even afwachten, want we kunnen nu nog niet de game zien. Liggy is eentje door, dus die is ook ondertussen al bij Epis. We hebben Captain Coulson, die alweer door is. Wow, yo, die is ondertussen al bij Legendarisch.
No way! Oké, en Kaasbol is ook eentje door, dus die is nu ondertussen bij Super Zeldzaam. En Rick, die is nu bij ook Super Zeldzaam. Oké, het staat genoteerd, maar Captain Coolsam moet nu echt dood. Ik heb trouwens nu de volgende map geselecteerd. Ik blijf nu gewoon bij Nani. Ik blijf gewoon met Nani spelen, want dit is gewoon een afstandmap en dan is Nani gewoon een chille knokker. Oké, geconcentreerd spelen. Captain Coolsam, die is bij mij. Dus eigenlijk moeten we er nu voor zorgen dat we die Captain Coolsam heel snel gaan killen. Dat zou heel veel schelen. Oké, eerst even hier de boel openen. En dan even kijken of we die Coolsam kunnen pushen. Dat zou chill zijn. En waar is hij ondertussen? Oké, ah, dit is shit. Dit is shit. Dit is heel shit. Oh, nee. Ja, ik wist het. Oké, maar ja, ik kon er niks meer aan doen, want hij zat al in de bosjes. En ik had gewoon niet door waar hij zat. Hij had op de een of andere manier mijn schoten kunnen ontwijken. Oké, ik ben dus geen level omhoog. Nu is het eigenlijk hopen dat Captain Coolsam niet in de top komt, maar hij heeft ze super. En dan weet ik eigenlijk al zeker dat hij het gaat halen met Leon. Want ja, met super is Leon ziek overpowered. En hij hoeft nog maar 4 plekjes. En dan heeft hij het gewoon gehaald. Hierna is hij chromatisch. En als hij met de chromatische knokker in de top 5 komt, heeft hij de challenge gewonnen. Dan heeft hij het wel echt goed gedaan. Echt een stuk sneller dan de rest ook gewoon. Dus dat is wel echt heel nice. Daarboven is Max. Dat is You Lose dan, denk ik. Want die is ondertussen bij Mythies. Dus dat is op zich ook wel nice. Je hebt daar Kaasbol nog. En ze gaan nu met z'n allen op Captain Coolsam. Ja, dat is inderdaad You Lose. Het is nu inderdaad even afwachten wat hij gaat doen. Kaasbol, die is trouwens ziek sterk. Ja, die is sterk ondertussen. Ze gaan op Captain Coolsam met z'n tweeën ook een beetje. Is op zich ook wel tactisch. En hij komt er nog net blij langs. Ha, no way! Gaat hij dit overleven? Als hij dit overleeft, dan is hij zo meteen chromatisch. En hij zit nu in de top 6. Dus nog één plek. En Kaasbol, die weet het. Die weet het. Die ging er vol. Maar hij heeft het niet gehaald. Captain Coolsam heeft overleefd. En dat betekent dat hij nu chromatisch is. En dat betekent dat er nog één win nodig is. En Captain Coolsam heeft gewoon deze challenge gewonnen. Wow, yo, dat heeft hij wel echt heel ziek gedaan. Maar we gaan natuurlijk even alle winnaars weer noteren. En dan gaan we eens kijken hoe ver iedereen weer omhoog is gegaan. Liggy, die is ondertussen ook één omhoog. En die is ondertussen ook al bij Mythies. Dus dat is ook wel nice. Maarten, die is ondertussen bij Super Zeldzaam. Lol Gamer, die is ondertussen bij Episch. Ja, we gaan het allemaal natuurlijk even noteren. En Captain Coolsam, ja, jullie weten het. Maar die is dus bij het laatste level chromatisch. Ik ga nu wel even met Griff spelen. Net deed ik een paar keer met de Nani. Dat ging toch niet helemaal lekker. Hopelijk gaat het met Griff wat beter. Ja, we gaan het zo doen. We spelen trouwens nu in Schedelbeek. Dat is op zich wel een map waarin je eventueel ook troos kan gaan gebruiken. Dus voor degenen die dat willen, ik ben benieuwd. Maar ik ben ook heel benieuwd of Captain Coolsam het nu gaat halen. Ja, iedereen gaat nu natuurlijk op Captain Coolsam. Gewoon puur omdat hij het hoogst zit. Ja, dus ik ben heel benieuwd. Oké, let's go. Daar gaan we dan. Ik ben heel benieuwd. Als Captain Coolsam slim is, dan gaat hij nu gewoon een beetje safe spelen. Ja, en dan gewoon zorgen dat hij in de top 5 gaat komen. Oh, hij is Sam trouwens. Oké, ik ga meteen al niet heel lekker. Dit is meteen spannend. Captain Coolsam gaat meteen volop naar het midden. Dat is eigenlijk ook het beste wat hij kan doen. Gewoon zo snel mogelijk, zo sterk mogelijk worden. Ik ga hier even de muurtjes kapot maken. En ik wil eigenlijk even mijn super krijgen. Dat zou chill zijn. Oké, maar Captain Coolsam moet dood. Want als Captain Coolsam dit overleeft, dan is de challenge al voorbij. Dan heeft hij gewonnen. En dan heeft hij dus een 20 euro giftcard gehad. Kunnen even kijken of we Maarten kunnen hitten. Ja, dat wil ook niet echt. Oh nee, Coolsam die zit niet hier. We hebben Maarten die hier zit. Oh, die kan wel wat damage doen. Ik moet wel een beetje oppassen. Ik weet niet waar die Maarten nu zit. Ik ga niet doorpushen. Dat vind ik te gevaarlijk. You Lose, die is Mortis. Die zit daar zo. Ik denk dat Maarten ondertussen bijna zijn super ook heeft. En Captain Coolsam is dood. Oké. Dat scheelt weer iets. Dan is hij in ieder geval dood. Dan moeten we eigenlijk zorgen dat You Lose nu doodgaat. Dat zal ook schelen. Want die is natuurlijk ook redelijk ver als knokker zijnde. Dus eigenlijk moeten we nu zorgen dat we de sterkere knokkers gaan uitschakelen. Trouwens, dat zeg ik nu wel. Maar Liggy is natuurlijk ook gewoon al een... Liggy die is ook al mythisch natuurlijk. Oké, dus dat is ook al een knokker die redelijk ver is. Dus eigenlijk moeten we ook zorgen dat Liggy doodgaat. Dat zou ook al chill zijn. Moet even oppassen. Griff is in ieder geval wel een knokker die niet snel gaat aanvallen als een Mortis zijnde. Oké, nu moeten we oppassen. Hier even om het hoekje gaan staan. En... Oh, oh nee! Nee! Beerzesde! No! Oké, ze hebben het nu al gehad. Het maakt nu allemaal niet meer uit. Oh man. Dit is echt pech. Ik ben gewoon 3 keer 60 geworden volgens mij. Ja, dit potje...
Dit vorige potje ben ik ook 60 geworden. En volgens mij in het eerste potje ben ik ook 60 geworden. Ja, dit was met Shelly. Toen was ik ook 60. Het zit ook niet helemaal mee. Maar we gaan het noteren. Liggy die is ondertussen ook al bij legendarisch. Dus dat is nice. James die is ondertussen bij episch beland. Dus die zit op hetzelfde level als waar ik ook op zit. Kaasbol die is ook bij episch. Dus ook hetzelfde level. Maarten Kill You die is ook bij episch. Dus redelijk wat episch, hè. En You Lose die is ook bij legendarisch. Dus we hebben You Lose en Liggy die allebei ook bij legendarisch zijn. Maar Captain Coldstone kan natuurlijk nu nog steeds in één keer winnen. We doen trouwens weer een beetje de map waar we mee begonnen. Gewoon weer even een nieuwe map. We wisselen gewoon lekker door. Ik blijf Gif. Ik vond Gif wel chill spelen. Nou, ik ben benieuwd of Captain Coldstone het nu wel gaat halen. Maar stel You Lose of Liggy winnen nu, dan hebben hun ook nog een hele grote kans van winnen natuurlijk. Dus ik ben benieuwd. We gaan erachter komen. Ik ben natuurlijk weer Gif. Ja, gewoon weer Gif zijn. Ja, we hebben nu al alle solo showdown maps al gehad. Dus dat gaat wel vrij snel. Liggy die is hier. Dat is wel een redelijke concurrent natuurlijk. Crow is ook een goede knokker hoor. Dat sowieso. Ja, dat is één ding wat zeker is. Ik ga hier eventjes weg. Want anders ben ik bang dat ik opgesloten ga worden. En dat wil ik ook niet. Dus we gaan eventjes hier langs. Liggy die zit daar nog. Ik ben benieuwd. Kaasbol die is pipe. Op zich kan dat ook wel natuurlijk. Die heeft wel enorm lange range. Dus dat is natuurlijk wel een voordeel van hem. Bot 4 die zit daar een beetje in het midden. We kunnen kijken of we natuurlijk voor die kistje in het midden kunnen gaan. Dus zouden we bot 4 kunnen hebben? Ja, oké, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Oké, dan moet ik hier uitkijken. Oké, dit is allemaal nog net goed gegaan. Oké, we hebben hier in ieder geval een kill gemaakt. Ik vind het wel echt een leuke minigame, man. Het duurt allemaal wel wat langer. Het is wel een lange minigame. Maar ik vind het wel echt heel nice. Oké, Lol Gamer zit daar een beetje in de problemen. Ja, die is nu dood. Dan zitten we nu in de top 8. Ja, het is ook heel erg zorgen dat jij de goede positie hebt. Op het moment dat je verkeerd zit qua positie. Bijvoorbeeld Rick, die zit hier nu een beetje tussen een andere Carol en mij in. Ja, dan zit je gewoon net niet lekker op de goede positie. En dan heb je gewoon meteen een probleem. Dat is het gewoon. Ja, als je gesandwiched wordt, dan heb je gewoon een probleem. Liggy heeft daar ondertussen kill gemaakt, maar ik zie dat hij bijna dood is. Dus ik wil eigenlijk kijken of ik die Liggy kan pakken. Iemand anders moet vanaf de andere kant pushen. Oké, dit heeft hij wel goed gedaan. Dit heeft hij wel goed gedaan. Ik vond het ook zonde om een gadget in te zetten, want deze muurtjes beschermen mij natuurlijk ook wel. James, die heeft Captain Coolsand gekillt. Oké, dan heeft Captain Coolsand in ieder geval geen top 5 plek gehad. Maar ik wel! You Lose, die heeft het ook gehad. Yay! Let's go! Oké, dan kunnen we elkaar gewoon laten killen. Oké, dat betekent dat de game nog niet voorbij is. Want we hebben nu meerdere winnaars natuurlijk. Eventueel potentiële meerdere winnaars. Want we hebben natuurlijk Liggy, die ook door is. Die zat ook in de top 5. Dus die is ondertussen ook bij Chromatisch. En ik zal eventjes kijken wie nog meer heeft. James heeft ook gewonnen. Dus die is nu bij Mythisch. Ik zelf zit nu ook bij Mythisch. Verder hebben we nog Rick die door is. Die is nu bij Episch beland. En You Lose. Oh, die is ook bij je. Oh, we hebben 3 eventuele winnaars. 3 winnaars die eventueel nu kunnen winnen. You Lose, Coldstone en Liggy. Oké, we hebben nu oproep gehad. Ik ben zelf ook een level omhoog, dus ik mag nu een mythische knokker gaan kiezen. Dan hebben we eigenlijk niet de beste knokkers hier. Tara zou eventueel kunnen. Dan kunnen we in ieder geval een beetje door de bosjes heen kijken. Dan gaan we dat wel doen en die mij geneest. Oké, prima. Dan gaan we Tara wezen, maar eigenlijk heb ik al bijna geen kans meer om te winnen. You Lose, Captain Coolsand en Liggy kunnen allemaal kans maken op de overwinning. En stel, ik had het al een beetje uitgelegd, maar stel ze raken alle 3 in de top 5, dan gaat het om de hoogste plek. Dus stel, Captain Coolsand wordt eerste en Liggy tweede, dan zitten ze allebei in de top 5. Dus in principe hebben ze dan allebei gewonnen. Maar dan is Captain Coolsand de echte winnaar, omdat hij dan vervolgens eerste is geworden. Captain Coulson, hij was al een paar keer echt dichtbij. Maar uiteindelijk is het nog net niet gelukt. Edgar, dat is natuurlijk ook een goeie. Ja, wat gaan we doen? Liggen hier nog kisten? Oh, Just Be James. Ik zal even hier gewoon hits doen. Ja, die is ondertussen ook Tara. Ja, je hebt als mythische knokkers heb je niet zo heel veel. Kaasbol, zou ik hier even hits doen? Nou, moet ik even uitkijken. Want Kaasbol is wel een beetje gevaarlijk. Oké, ik ga even hier langs. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Hoe gaan we dit doen? Ik zal hier even op James wat dit doen. Ik ga hier even omheen. You Lose is ondertussen dood, dus die heeft sowieso niet gewonnen. Maar ik heb niet helemaal bij meegekregen wie nou gekild is en wie niet. Dus dat is een beetje shit. Bot 4 zit daar.
Ik wil eigenlijk even een super krijgen. Dat is eigenlijk wat ik wil. Maar ja, dat lukt nu niet. Oh, ga ik dit nog overleven? Ik overleef dit nog! Let's go! Oh, dat had ik echt niet verwacht. Anders was ik gewoon beerpijpte geworden. Dat zou echt heel shit zijn geweest. Oké, ik ga nu eventjes naar boven. Ik heb geen idee wie er nog allemaal in zitten. Ik heb geen idee. We kunnen eventjes hier doorheen kijken. Dan heb ik in ieder geval iets zicht waar iedereen zit. Wat gaan we doen? Oké, Kaasbol die zit hier. Oh no, oh no. Ik zal meteen weer even mijn gadget aanzetten. Dan kunnen we even kijken. Low Gamer zit hier. Liggy zit hier. Die moet eigenlijk dood. Want als Liggy nu niet dood gaat, dan gaat dit hem niet meer worden. Oh, ik zet hier even mijn super neer. Nee! Liggy, die heeft het gehaald. Maar is hij de enige chromatische knokker nog? Volgens mij is Liggy de enigste chromatische knokker. Maar hij zit in de top 5. Dus dan heeft hij het in principe gehaald. We kunnen natuurlijk zo meteen checken. We hebben Kaasbol nog. En we hebben bot 4. Maar ik heb uiteindelijk weer een plek 6 bemachtigd. Dat is echt niet normaal. Maar we gaan eens checken. We hebben Captain Coolsam. Die heeft het dus niet gehaald. En wie was er nog meer? Oh nee, dit is trouwens hier. Deze moesten we hebben. Captain Coolsam en Yuluz hebben het allebei niet gehaald. Dus Liggy heeft gewonnen uiteindelijk. Wat joh. Dat is wel lijp hoor. Het is echt heel spannend geweest. Ik ga eventjes alles noteren. En dan laat ik zo meteen even een screenshotje zien. Oké, dit is uiteindelijk de uitslag geworden. Jullie zien de aantal, zeg maar, hoe ver ze waren. En daaronder zie je welke zeldzaamheid het was. Dus uiteindelijk heeft Liggy gewonnen. Die heeft chromatisch ook verslagen. Ja, dus dat is wel nice hoor. Dit is uiteindelijk de uitslag. Ik zat een beetje middenmoot. Maar ja, uiteindelijk heeft iedereen wel wat gehaald. Ik vond het wel een superleuke minigame. Ik ga Liggy even uitnodigen. Dan krijgt hij zo meteen zijn prijsje. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Als jullie hebben genoten, vergeet dan niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets, en dat is het allerlaatste van deze video. Check Bowser.nl voor de Bowser Army kleding. Hoi!